Hoe ging je zelf in de wedstrijd? Zelf in het begin begon ik goed. De eerste actie lukte ook, kreeg ik gelijk een kans. Ik denk dat ik me moest laten vallen, want ik werd nog een beetje uit balans gebracht. Dus voor mijn gevoel begon ik goed. Alleen later vond ik zelf dat ik wat afzakte en dat ik te veel aan de zijlijn bleef staan. Ja. Je ziet, op een aantal momenten ben je heel aanwezig in een wedstrijd. Ja. Zijn er ook heel veel momenten, dan zien we Luciano Narsing niet. Hoe komt dat? Is dat een tactiek? Is dat vorm? Is dat wedstrijdritme? Ja, daar baal ik zelf ook van. Denk ook veel over na. Dat ik in het begin gevuurd ben en dat de actie dan lukt. En dat ik later in de wedstrijd dat je me dan minder zag. En ik weet zelf waardoor het niet komt. Misschien moet ik wat dwingender zijn. En misschien ben ik af en toe wel te lief. Hoe kan je dat afdwingen voor jezelf, wat je van jezelf verlangt? Is dat meer intensiteit op de trainingen? Is dat scherper worden? Nee, ik heb met de trainer ook wat erover. De trainingen ben ik wel echt scherp. En in de wedstrijden denk ik misschien, hou ik mijn mondje misschien te veel dicht. En dan moet ik gewoon ook vragen van, ik wil de bal nu hebben. In plaats van afwachtend zijn. Je bent nog te bescheiden misschien? Ja, ik denk zo dat ik nog wel bescheiden ben. Ja. Het mag wat brutaler. Ja.